Het centrum van de stad was vroeger veel meer richting Hofstraat en dat werd toen met nou ja, wat nu allemaal afgebroken is, wat was dat, het Versplein en daarbij Niels, daar ging het centrum naartoe. En dus toen is er besloten dat de bibliotheek ook die kant op moest. En er was een nieuw architectenbureau in Delft en Mecano. Dat waren vier studenten die met een afstudeeropdracht samengewerkt hebben en daar de prijs mee wonnen. En die waren jong, ambitieus en ook nog betaalbaar. Ik denk dat het nu al lastiger geworden zou zijn. En Mecano is gevraagd of zij het ontwerp van de bibliotheek wilden maken. En het waren dus vier architecten. En Henk Dul is degene die dit gebouw ontworpen heeft. In 1994 is het geopend. In augustus 1994 werd alles van de Hofstraat hier naartoe gebracht. En in oktober werd het geopend door koningin Beatrix. In 2010 is de hele boel op de schop gegaan. Is er helemaal een soort boekhandelformule van gemaakt. Dus boeken op tafels leggen en presenteren. Dus niet meer alleen maar de boeken zoals dat vroeger in rekken was. Dit is expositieruimte. Op dit moment hangt er een fototentoonstelling van Bart van Hoek. Hij is architect en hij is fotograaf en kan dat heel mooi bij elkaar combineren. En, hij heeft nu een foto-expositie met allemaal gebouwen uit Twente. Dit zijn de jeugdboeken en dan voor de allerkleinste staan ze daar in de hoek. En verder is dit nou zeg maar vanaf 5, 6 jaar dat ze zelf gaan lezen tot en met, geef niet hoor, tot en met 12 jaar. Er is goed over nagedacht van hoe kun je dit, het is een, eigenlijk een ingewikkeld gebouw met al die verdiepingen, maar hoe kun je dat met weinig personeel toch onder controle houden, beheren. Dus we hebben twee informatiebalies en waar we net langs liepen, dat is op de derde verdieping. Vanuit dat, dus ook een soort kraaiennest, die hangt in de vierde. En daar kun je dus de derde verdieping, de vierde verdieping en de tweede verdieping mee doen. En op de begane grond is er ook één, die zit dus ook in die vierde. En daar kan je dus de begane grond, het souterrain en de eerste verdieping mee doen. Dus dat is wel, dat vind ik ook altijd slim bedacht. Dat ik denk, dat had ik nooit kunnen bedenken, maar het werkt wel zo. En dat is prettig. En het is tegenwoordig dus dat u met uw pas zelf de boeken kunt uitlenen en ook weer kunt inleveren. Als je een pasje hebt, dan leg je hier de pas op. En dan maakt hij verbinding met en haalt uw gegevens op. U legt hier de boeken op en vervolgens worden de boeken op uw pasje gezet. U kunt een bon laten printen als u dat wil. Die komt hier eruit. Bedankt.